Graf A. Fx is tussen haakjes 2x min 5 tot de macht 1 derde. We moeten gaan differentiëren of de afgeleide uitrekenen, differentiëren. En ik vind het wel lekker dat daar 1 derde staat. Oftewel, er staat een gebroken exponent. Dat betekent dat ik aan het eind deze niet hoef te herschrijven. En dat vind ik wel prettig. Oké. Ik ga de afgeleide uitrekenen. De exponent komt ervoor. En wordt eentje minder. 1 derde min 1 is min 2 derde. Keer de afgeleide van wat er binnen de haakjes staat. Dat stuk. En dat stuk binnen de haakjes schrijf ik gewoon even over. Nou, de exponent hoef ik dus niet te herschrijven. Maar 1 derde keer 2, dat laat ik niet zo staan. Daar maak ik 2 derde van. Zo, tot de macht min 2 derde. Nou, voor de nieuwsgierigen onder jullie. En als je niet nieuwsgierig bent, spoel je even door. Laat ik toch even zien hoe je dit kunt herschrijven zonder gebroken negatieve exponenten. Die 2 derde, die staat ervoor. Tot de macht min betekent 1 gedeeld door. 2x min 5 tot de macht 2 derde. Ik laat het nou een kleine stapje zien. Dan hebben we die 2 derde nog. Die laat ik gewoon nog even voorstaan. Nou, tot de macht 1 derde betekent de derde machtswortel uit. Dus hier staat de derde machtswortel uit. 2x min 5. Ja, en dat tweetje, ja, want ik heb deze 3 heb ik nu gebruikt. Dat is gedeeld door 3, dus derde machtswortel. En dat tweetje staat er nog. Ja, dus dat tweetje laat ik daar ook gewoon staan. Dus dat is 1 gedeeld door de derde machtswortel uit 2x min 5 in het kwadraat. En dan nog even tel ik het teller, noemer keer noemer. 2x min 5 in het kwadraat. Nou, dit hoeft dus bij deze opgave absoluut niet. We waren al lang klaar. Maar degenen die niet geïnteresseerd waren, die hebben al doorgespoeld. Half x kwadraat min tussen haakjes 3x tot de macht 1 vierde. Hij staat met gebroken exponenten. Dat betekent dat ik straks niet hoef terug te schrijven. En het zijn twee stukjes die ik apart van elkaar moet differentiëren. Oké. Eerst het voorste stuk. Exponent komt ervoor. 2 keer een half is 1. Dus die 1 die schrijf ik niet op. En de exponent wordt eentje minder tot de macht 1. Die schrijf ik ook niet op, dus die haal ik gauw weer weg. Dan de min. De exponent komt ervoor, 1 vierde, en wordt eentje minder. Min 3 vierde, keer de afgeleide van wat er binnen de haakjes staat. En binnen de haakjes schrijf ik gewoon over. Nou, ik ga hem wel een beetje netter schrijven, want min 1 vierde keer 3 laat ik zo niet staan. Dan maak ik van min 3 vierde, en dit blijft 3x tot de macht min 3 vierde. Nou, voor degenen die geïnteresseerd zijn, ga ik dat toch nog even herschrijven. Ben je niet geïnteresseerd, dan spoel je door. Oké. Tot de macht min betekent 1 gedeeld door. Dus 1 gedeeld door 3x tot de macht 3 vierde. Zo. Tot de macht 1 vierde betekent de vierde machtswortel uit. Dus die 4 betekent de vierde machtswortel uit. Dus de vierde machtswortel uit 3x. Ja, en dan heb ik deze 3 nog over en die 3, die hoort daar en die blijft daar gewoon in de macht staan. Dus, nou, nog één stap. Tel ik het tellen, noem ik een noemer. 4 keer de vierde machtswortel uit 3x tot de derde. Maar wederom, zo staat hij absoluut niet in het antwoordboek. Je bent eigenlijk al lang klaar. Maar ja, misschien zijn er onder jullie die naar het VWO willen. En dan krijg je deze wiskunde, krijg je zeker. Maar hier ben je eigenlijk bij de tweede regel ben je al klaar. Gaan we naar vraag C. Is 2x plus 1 tussen haakjes tot de macht 1, 1 tweede of 1,5. Staan gebroken exponenten. Dus ik hoef straks niet te herschrijven. Oké, de exponent komt ervoor en wordt eentje minder. Keer de afgeleide van wat er binnen de haakjes staat, dus keer 2. En ik schrijf het stuk binnen de haakjes schrijf weer over. Nou, een beetje opruimen. 1,5 keer 2 kan ik natuurlijk gewoon uitrekenen. Dat is 3. En dan heb je dit antwoord, 3 keer 2x plus 1 tot de macht 1,5. Zo zal die denk ik in het antwoordboekje staan. We kunnen nog één stap verder gaan en deze kunnen jullie zeker, want tot de macht 1,5 betekent de wortel uit. Dus ik herschrijf hem nog eventjes. Zo. Maar ja, dat zal denk ik niet het antwoord van het antwoordboekje zijn. Gaan we naar vraag D. Kx is 3x min 1 tussen haakjes keer de wortel uit 3x min 1. Ja, hier staat een keer tussen. We hebben het steeds sommige gehad met een plus ertussen. Hè? Dan moet je ze onafhankelijk van elkaar doen. Hier staat een keer tussen, dus we hebben eigenlijk de productregel nodig.
Ja, als het goed is, is je opgevallen, tenminste dat is bij wiskunde wel handig als dat ze dingen niet opvallen, dat hier eigenlijk twee keer hetzelfde staat, namelijk 3x min 1. En als ik die achterste wortel nu ga schrijven met een macht, namelijk 3x min 1 tot de macht 1/2, dan kun je ook realiseren dat het eerste stukje eigenlijk 3x min 1 tot de macht 1 is. En ja, de regel geldt nu gelijke grondtallen. Oké, de grondtallen zijn een beetje bijzonder. Ja, a tot de macht p keer a tot de macht q. Dus wat duidelijker, ze zijn hetzelfde. Dus mag je a tot de macht p plus q doen. Ja, dat geldt ook als het grondtal er in jouw ogen raar uitziet. Maar het geldt wel dezelfde regel. Als de grondtallen hetzelfde zijn, dan mag je de exponenten bij elkaar optellen. Dus in dit geval 1 plus 1/2 is 1/2. Nu kan ik gemakkelijk de afgeleide gaan doen. Want de exponent die komt ervoor en die wordt eentje minder. Keer de afgeleide van wat er binnen de haakjes staat, dus keer 3. En het stukje binnen de haakjes, dat schrijf je weer over. Nou, nog even opruimen. 3 keer 1/2 is 4,5. 3x min 1 tot de macht 1/2. Nou, omdat in de opgave wortel wordt gebruikt en niet een gebroken exponent, moet ik dit even herschrijven. Oh, ik vergeet de wortel op te schrijven, want tot de macht 1/2 betekent de wortel uit. Kijk, en hier heb ik al in de gaten dat ik hier niet met breuken hoef te werken. Dus die 4,5 schrijf ik niet op als 9/2, want ik weet al dat ik niet tellen keer tellen en noemen keer noemen moet doen. Oké, dat was deze opgave.